Yeah. Ik weet nog dat je zei, het is leuk dat je rapt, maar hou het voor de bij. Doe het voor de gein, want er zijn de 100 zoals jij. Dus het lijkt me zonde van je tijd. Denk aan je toekomst en denk aan jezelf. Nou denk aan je voedsel en denk aan je geld. En denk aan je kids die nog komen gaan. Denk daar nou eens over na. Yeah, maar ik ben de type met een hard hoofd. Type dat zijn hart volgt totdat het hem lukt. En ook al wil het niet zoals ik dacht dat ik het in mijn mars had, maak ik me niet druk, want ik ben zo zelfverzekerd, zo erg gedreven, ben zoveel bezig met dit. En daarom moet ik zo wel leven, het moet zo wezen. Maar toch zei mama me dit, shit. De school is 1, werk is 2, zorgen voor jezelf is 3 en... Als artiest weet je nooit wat je echt zal gaan verdienen. En jij verdient het wel, maar misschien verdien je niks. Waarom zou je stressen voor een vak als dit? Maar wat nou als het lukt, mama? Ik weet je heb je druk gemaakt. Maar ik hou goed bij stuk vandaag. En wat nou? Als het lukt, mama. De school is 1. Werk is 2, zorgen voor jezelf is 3 en als artiest weet je nooit wat je echt zal gaan verdienen. En jij verdient het wel, maar misschien verdien je niks. Waarom zou je stressen voor een vak als dit? Maar wat nou als het lukt, mama? Ik weet je, heb je druk gemaakt. Maar... ik hou voet bij stuk vandaag. En wat nou als dit lukt, mama? Lidie Blijdorp, dames en heren. Dankjewel. Kraantje Papi. Met Lidie Blijdorp op cello, Tobias Borsboom op piano en Rafael Swiedersen op de drums.